Jij had uitgerekend dat het in 5 jaar dat je een boot wel kon bouwen. Ja. Nou, dat was, dat viel dus vies tegen, maar... Nee, maar ja, als je zo je droom kan waarmaken, dan moet je dat gewoon doen. Nou, in het dagelijks leven ben ik wiskundedocent en docent onderzoek ontwerpen. Ik heb op een school in Goor. En afgelopen jaar heb ik dit apparaat gebouwd. Afgelopen 13 jaar, avond aan avond. Ik ben Margit Bouwman en met deze man en deze boot gaan we over een dag of 120 op pad om de wereld te omzeilen. Ja, het is een simpele helmstokbesturing. Je kan natuurlijk een roer opzetten, maar ik heb sowieso een hekel aan sturen, dus ik zet veel liever de stuurautomaat aan. Ik was 12 en ik wilde mijn eigen boot bouwen in de wereld rond. En ik ben nu 62, dus ik heb er 50 jaar op moeten wachten voor het uiteindelijk zover is. En toen kwam ik op internet twee Belgen tegen die twee van deze boten aan het bouwen waren. Nou, toen bleek dus dat ze één schip hadden ze afgemaakt en het andere schip dat stond nog als casco. Dus het was alleen maar de kielbalkspand, wat interieur, de binnenballast zat het in. Die hadden ze staan. Toen zijn we eens kijken bij degene die al af was. En toen riep ik meteen al van die wil ik niet hebben. Die was niet helemaal naar de standaard die ik in gedachten had. En uiteindelijk ben ik gaan praten over dit casco zou ik maar dan noemen. Met alles erop en eraan. En daar zijn we uiteindelijk een prijs overheen gekomen. Ja, we hebben hier een draaddier. Die is voor het bedienen van mijn mitswaard. Het is een kiel mitswaard, een langkieler. En er komt een Dyneema lijntje hierop waarschijnlijk. En daarmee kan ik het mitswaard op en neer laten. Verder is de enige nog twee lieren, onze lieren, voor de grootste zeilen. Dat is een Genua van 48 vierkante meter. En de rest is allemaal veel kleiner. We gaan naar Zuid-Europa natuurlijk en dan steken we over naar Marokko, Canarische eilanden, misschien nog Gambia als we nog tijd hebben. En dan naar Kaapverde, van Kaapverde steken we over naar Brazilië, we gaan weer Zuid, Argentinië, Antarctica en dan via de andere kant van Zuid-Amerika weer omhoog, Chili, Peru. En dan steken we de Stille Oceaan over. Maar ja, ik weet nog niet precies welke eilanden we aandoen. Verder maar een paar duizend. En dan richting Australië gaan we noord langs. Indonesië. Thailand. India. Sri Lanka. Madagaskar. Zuid-Afrika. En dan zo. Sint-Helena, Ascension, Azoren, Europa. Dan zijn we er weer. Nou, rond de mast zit de korvijnagelbank. Die is speciaal gegoten. Ik heb daar de mallen voor gemaakt. En die heb ik bij een gieter afgeleverd. En die heeft voor mij zeg maar al het bronswerk gegoten. Alle mallen zelf gemaakt, maar al het bronswerk is door me gemaakt. En ja, dan wordt het ruw ingeleverd en is het een kwestie van schuren en poetsen. We hebben een hele mooie kist staan. De ontwerper die had daar bedacht dat er een vat moet zitten en dan pomp je daar uit je drinkwatertank, pomp je daar een soort dagtank, vul je ermee. En dan gebruik je dat gewoon als de zwaartekracht voor je druksysteem. Dat wilde ik niet doen, maar ik had ook geen zin om een reddingsvlot, zo'n mooi witte container of zo, op dek te zetten. Dat vind ik niet passen. Dus ik heb die kist gemaakt, zodat mijn reddingsvlot daarin kan. Er gingen op zijn minst 20 uur in de week in zitten. Dus dat zijn er ongeveer 1000 in een jaar, met de vakanties eraf. Een keer 13.000 uur. Dat het gelukt is om dit voor elkaar te krijgen. Deze kwaliteit voor een amateur, ja. Vind ik toch wel, daar ben ik meest trots op. En, ik denk dat in de 80e jaren ik hem al gezien had op een of ander plaatje.
En toen was het al van, kijk, dat is nou eigenlijk de boot die ik zou willen hebben. Ja, het heeft op gewoon een schitterende lijn, die boot. En ja, een schoener is natuurlijk, ja, als je je geld uitgeeft aan een boot, dan is het enige waar je het aan kan doen is aan een schoener. Niet aan wat anders, dat is zonde van je geld. Allemaal houten masten en gieken, voorzien van leren bescherming erop. En de mast is solide, vol van massief hout, Oregon Pine. En ik hoop dat het een poosje blijft staan. Voor hebben we nog een ingang voor het gastenverblijf of een noodingang, kan je het ook noemen. Daaronder zit een trappetje naar beneden. Dat trappetje kan ik eruit halen en kan ik ook gebruiken als zwemtrap. Zodat ik aan dek ook geen last heb van een of andere zwemtrap die ergens vastgeshort hoeft te worden. Maar die kan ik gewoon gebruiken. Normaal binnen en heb je hem nodig, dan hang je hem buiten neer. We hebben hier een elektrische ankerlier. Die heb ik een paar jaar mijn best voor gedaan om die voor een redelijke prijs te pakken te krijgen. Het is een Poolse leverancier, Wilmax. En ik vind eigenlijk, dit hoort gewoon een mooie bronzen ankerlier op het schip te zijn. Er hangen twee ankers op dit moment aan. Een Vulcan van 33 kilo. En dat zal een hoofdanker zijn. En een klein CQR ankertje als tweede anker. Be good to the ship and she will look after you. Ja, als je 's avonds moe in je kajuitje kruipt en er eigenlijk nog dingen zijn die stuk zijn of eigenlijk gerepareerd moeten worden, om dan toch maar die schroevendraaier te pakken of die tang of whatever en het te repareren voor je de volgende dag weer wakker wordt, zodat je altijd shipshape weer kan vertrekken, ook als het opeens plotseling moet. En dat is wel iets wat me daarbij bij helpt. En daarom staat het ook duidelijk zichtbaar. Van, als ik goed voor mijn schip zorg, dan zorgt het schip goed voor mij. Is het nog belangrijk dat je daar zo vaak aan herinnerd wordt? Als je 13 jaar aan je eigen boot hebt gewerkt? Ja, want je bent soms ook wel eens zat. Ik heb na 13 jaar ook zo van, nou moet het toch echt wel een keertje aan de gang. Nou moeten we echt gaan varen, want ik heb geen zin meer om elke keer met een zaag rond te lopen en een schroevendraaier en een lakkwast. Want dat is ook wel waanzinnig. En schuren, vooral schuren. Glorious sanding.